En 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik kan dit gewoon niet eten. Het is zoveel werk. Ik zweet helemaal. Klopt mijn hartslag nog? Ja, die klopt nog. Nog één keertje dan hoor. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ik kom echt gewoon niet voorbij die cel. Weet je wat? Ik stop ermee. Hallo, beste kijkers. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Henky. En leuk dat jullie er allemaal zijn. We zijn vandaag met de camper. Roy en John-Peter die waren even met z'n tweeën lekker op het strand bezig. Die hadden nog heel veel klusjes te doen. Maar ik ben zo ongelooflijk blij met deze camper, kijkers. Wat is hij prachtig, hé. Echt. Nee, kijkers. Ik was in slaap gevallen. Ik was met de camper. Maar die was natuurlijk in het water terechtgekomen. Gaan we even zo. Hier zo. Oh nee! Wat heb je nou gedaan? Ik heb natte voeten! We staan vast! Oh nee, nu ben ik met dit stomme barrel. Nou trouwens, dit is echt geen barrel. Hij is super mooi! Maar leuk dat jullie er zijn, kijkers. Ik was even aan het dromen. Ik dacht dat ik met de camper was, maar die was natuurlijk door Roy in het water gereden. Die stomme oetsukkel! Die had hem in het water gereden, dus ik ben vandaag met de raketauto. Ben ik even op pad richting de legerbasis. Want, kijkers. Ik wilde toch heel even nog één keertje kijken naar mijn oude werk daar. Hoe het eraan toe ging en zo. Ik ben zo benieuwd. Dus laten we even lekker instappen. En even kijken hoe het er naartoe gaat. Ik weet deze geheime route hier. Die weet bijna niemand is zo hoor. Maar hier kan je namelijk toch even lekker spieken bij de legerbasis. Dat is zo leuk. Kijk. Rustig. Kijk, hier is het. De legerbasis. Wat leuk. Dan gaan we gewoon heel even spieken. Kijk, deze stallingen ken ik nog. Kijk, dus hier was ik toen ik nog een jonge, simpele monteur was. Toen was ik hier altijd bezig. Dit was altijd zo leuk. Ik weet het nog precies als de dag van gisteren. Wat was dat toch altijd zo leuk. Ik ben nog jong. Ik blijf de rest van mijn leven bij het leger werken, ja. Dat is zo leuk. Dat is zo fijn. Maar mijn echte droom is eigenlijk nog een eigen monteurwinkel starten. Dat zou de droom zijn. Dat waren nog eens de goede oude tijden, kijkers. Maar ja, uiteindelijk ben ik wel geworden wat ik altijd al wilde worden. Dat is een monteur met mijn eigen winkel. Al draag ik wel nog steeds een lege pakkie. Maar Henky's Monteur is de grootste bedrijf ooit. Dus laat ik maar heel even gewoon lekker teruggaan en... wacht eens even. Zoals ik net zei, kijk, zie je dat ik vroeger altijd mijn projectjes als ik stiekem ging monteren bij het leger. Ik was daar ook monteur, maar ik moest ook stiekem mijn eigen projectjes hebben. Maar toen ging ik altijd hierheen. En moet je zien. Wat is dit voor iets? Waarom laat iemand dit hier achter, dit prachtding? Kijk hoe mooi dit is. Dit wordt toch niet zomaar achtergelaten? Dit is veel te mooi. Hier liggen hier al zo lang. Ik moet het meenemen, kijk eens. Ik weet toevallig hier een winkeltje. Een garage in de buurt waar ik even kan werken hieraan. Dit is toch veel te zonde. Kijk, de banden liggen er nog omheen. Er zijn vier banden. En zelfs een extra band. Die gaat zeker ook mee, kijkers. Ik stop ze heel even hier achterin. Er is genoeg ruimte waar ik dit in kan stoppen. Maar dit moet zeker mee, kijkers. Het is veel te zonde om hier zo achter te laten. Gelukkig heb ik een snelle auto en kan ik snel naar het plekje toe waar ik heen wilde gaan. Kijk, we zijn er. Althans, ik vlieg er overheen. Hier is het. Moeten we even landen, hoor. Even landen. En dan driften. Zo. Hoppakee, we zijn er al, kijkers. Gaan we snel erheen. Zo, hier heb ik zo'n mooi plekje. Kijk daar. Heb ik geclaimd. Die is nu namelijk helemaal van mij. Dan parkeren we deze even hier. Het mag, want dit is eigenlijk een vliegveldhaven. Ja, een vliegveldhaven. Zo heet dat tegenwoordig. Maar goed, dan gaan we even de spulletjes daar neerzetten. Dan ga ik er gelijk even rijden iets van maken. Want dit kan echt niet, kijkers. Zo, dit grote ding hebben we ook niet meer nodig. Ik weet niet waarom dat erin staat, joh. Kijk, kijkers. We hebben even de onnodige dingen hebben we weggehaald en zo. En we hebben nu alleen de nodig benodigde dingen erop geplakt. Het is nu gewoon even een normaal autootje. Dat is toch zo zonde, joh. Wat zag je hoe die eruit zag daar? Dat vloog helemaal nergens op. Wat heb ik deze plek eigenlijk gemist? Met Boer Frank en zo ging, had ik hier zulke leuke tijden altijd. Maar goed, kijk eens, voordat ik verder ga met mijn plan. Niet dat ik echt een plan heb of zo. Wil ik jullie allemaal vragen om een gunst. Een gunst. Kijk, we hebben bijna
100.000 abonnees. We hebben er nu zoveel. Het scheelt zo weinig. Nou, weinig trouwens. Dit zijn er nog echt wel 20.000 hoor. Maar alsnog. Dus kunnen we met z'n allen een mega grote Henkie hype creëren. En zo de 100.000 abonnees behalen. Hoe leuk zou dat zijn? Dus deel het even allemaal met je vrienden en zo. En abonneer allemaal eventjes. Dave denk je tellen de 100.000 abonnees. Maar goed, kijk. Ik heb hier allemaal materiaal staan. En ik heb daar allemaal nog meer materiaal staan. En ik heb dit hierin staan. En als ik deze lengte zie. Die is eigenlijk veel mooier dan deze lengte. Zien jullie het, kijkers? Hij moet eigenlijk zo lang zijn. Zo lang als deze. Ik bedoel, zo lang als die op die. Zo lang moet die zijn dan. Wat heb ik hierachter eigenlijk allemaal? Oh, dit is gewoon een beetje nog een rommelhok. Maar goed, kijkers. We kunnen er ook een wat langere auto van maken. Kijk! Oh, dit is verfar hoor. Als ik met mijn Henkie spray eroverheen spray, dan gaat hij licht geven. En dan creëer ik een soort neon-effect. Hoe leuk is dat? Oh, kijk eens. Ik heb zo'n leuk idee. Ik ga hier zo'n mooi autootje van maken. En dan moet hij ook nog roze. Nou, verf heb ik genoeg. Kijk, daar rechts onderin staat verf. En ik heb hier een emmer om alles in te mengen. Want het Henkie-kleurtje krijg je natuurlijk maar op één specifieke manier. En dat is een geheim recept. We gaan hem gewoon ineens heel gek monteren. Zoals ik altijd doe. En we zijn dan toch hier bij de landingsbaan. En dan heb ik een leuk spelletje om te spelen. Normaal dan rijd ik altijd maar gewoon wat met de auto's. En dan vlieg ik er maar wat mee. Maar nu, heb ik een doel. Dus daar gaan we. Kijk eens, moet je zien. Ik heb dit is dat helemaal gevuld met draad zoals die hier. Heb ik allemaal opgemaakt. Kijk, dit draad heb ik dan niet meer nodig. Die kan ik inderdaad terugschuiven zo. Maar zijn jullie er klaar voor? Zijn jullie klaar voor mijn meester... Ah! Voor mijn meesterwerk. Dan ga ik hem jullie laten zien. Hij is zo prachtig. Kijk eens, hij is zo prachtig. In 3, 2, 1... Bam! Kijk nou hoe mooi deze auto is. Ah, weet je wat? Waarom gebeurt dat altijd zo onverwacht bij mij? Dan wil ik altijd gewoon iets gaan doen. En dan blijkt het dat ik ineens een auto ga monteren. Waar slaat het altijd op? Zo toevallig altijd. Maar kijk, daar is hij hoor. Ah, wat een mooie wielen. Kijk, zie je die rode lijntjes die bij de wielen zitten? En die gaan ook als het goed is hierachter zo. Dat is waar ik al die bedrading voor nodig had. Die is overal te vinden, het rode lijntje. Dus ik ga deze echt even aan jullie laten zien. Hij is zo snel ook. Ah, hij heeft alleen wat problemen met het optrekken. Maar daar hebben we de Henkie Boostputten voor. Oké, dus laten we even instappen zo. Hoppakee, deuren hebben wij niet nodig. En kijk die belichting ervan. Hoe prachtig is dat hè, als je hem zo ziet. Ah, wat een prachtvoertuigje, kijkers. Zo, hé, we gaan hem even hier op... Oh, we zijn op onze plek. Nou, zullen we er maar gewoon even heel hard mee gaan rijden. En kijken hoe ver we komen. Oké, het doel wat ik dus wilde zeggen, leuk spelletje wil spelen. Dus we gaan telkens kijken hoe ver we komen. En dan ga ik er hem elke keer een panto neerzetten. Dan monteer ik gewoon even snel panto. En die plaats ik dan op hoe ver ik ben gekomen. Dan moet ik telkens proberen die panto in te halen. En uiteindelijk win ik de verste panto. Hoe leuk is dat? Nou, dat gaan we even zien hoor. Dus op het moment dat ik eenmaal weg ben gevlogen. Ik ga vliegen niet hoor. Ik ga niet vliegen hoor, maar ik ga een sprongetje maken. En we gaan kijken welke de beste panto wint in 3, 2, 1... En we beginnen met een rustig opstaan. Oh, kijk, dit is wat ik bedoelde. Maar daar hebben we gelukkig een Henkie Boostputten voor in 3, 2, 1. Zo, oké. En nu hebben we rustig opstarten. En dan gebruiken we de andere Henkie Boostputten in 3, 2, 1. Bam. Oh, en dan kijken we hoe ver we komen. Kijk hoe ver we komen. Ja! Wow! Oh jee, oh jee, oh jee. Oké, hoe ver gaan we komen? Ah, zo. Oh, de Henkie noodrem. Oké, kijkers. Zo, dit is het eerste punt waar we zijn gekomen. Dan gaat hier een panto geplaatst worden. Ja, hier moet nu een panto staan. Oké, kijk eens, daar staat de eerste panto. Die is geplaatst. Dan weet ik gelijk een beetje hoe ver ik ben gekomen met deze auto. Dus laten we maar snel teruggaan. Oh, wat is die ook zo traag. Hij zit een beetje vast, kijkers. Zo, oké, nou, daar zijn we weer hoor. We gaan het nog een keer proberen. En dan gaan we kijken of we die panto nu in kunnen halen. Het is op het punt waar we uiteindelijk stilstaan. Dus als de Henkie noodrem niet werkt, dan tellen we het punt waar hij uiteindelijk gewoon stil komt te liggen. En dat moet wel verder zijn dan die panto van net. Dus we gaan nog een keer proberen in 3. 2, 1. Oh, dan gebruiken we gewoon gelijk de boostbutton. Ja! Oh, daar gaan we. Ik ben zo benieuwd hoe ver we komen, kijkers. Ik ben zo benieuwd hoe ver we komen in 3, 2, 1. Ja! Oh jee, oh jee. Oh, 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 oh. Oh, ah! Oh, ah! Ah. En we komen hier stil te staan. Nou, dat is niet verder. Nou, daar staat hij hoor. De witte panto. We hebben daar de grijze panto. Oh, we zijn niet verder gekomen. Dat vind ik wel echt heel jammer dit. Oké, we gaan het gewoon nog een keer gelijk proberen. Geen getreuzel, geen sodemieter en bam! Oh, ik ben zo benieuwd hoe ver we komen. Oh, oh! Oh, 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 nu moeten we wel verder komen. Ja, 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 we komen veel verder. Ja! Ah, Henkie noodrem, goed zo. Die moet altijd werken. Want dat is het eerlijkst. Als we natuurlijk niet doorstuiteren, is het altijd het eerlijkst. Zo, de rode panto die staat daar nu. Dan gaan we even kijken hoeveel verder we eigenlijk zijn geland. Want we hebben deze panto hier natuurlijk. En dan hebben we deze panto hier. Kijk, dat scheelt niet veel van elkaar. Daar staat de rode. Oké, we kunnen nog veel verder. Kijk eens, ik weet het zeker.
Nou, daar zijn we weer hoor. Veilig teruggekomen op het plekje waar we horen. Oh, ik weet het zeker, kijkers. Ik weet zeker dat dit hem gaat worden. Ik weet het zo ongelooflijk zeker. Dan gaan we. Ja, 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 ja. We vliegen zoveel verder. Oh, dit had niet beter kunnen gaan. Ah, Henkie Noodrem. Oh, maar dit had niet beter kunnen gaan. Moet je zien hoe ver we zijn gekomen. Oh. Weet je wat? In plaats van dat ik nu een panto hier neerzet, ik heb een idee. We gaan kijken welke verder komt. Deze, want dit is wel echt een recordzettertje hoor. Of mijn boostauto van vorige aflevering. Misschien komt die ook wel zo ver. Dus we laten deze hier en dan moeten we helemaal teruglopen. Oh, daar gaan we dan. Oh, moet ik die open? Oh, ja, auw, ah. Aan mijn rug. Nou, daar zijn we dan hoor, kijkers. En daar staat hij in zijn glorie. Daar staat hij. We gaan kijken. Ik ben zo benieuwd hoe ver deze gaat komen. Ik heb het al eens vaker met hem getest, maar niet hier. En ik ben benieuwd of hij verder komt dan mijn coole neonauto. Ik ben zo benieuwd. Hij komt in ieder geval sneller op gang. Kijk eens, we gaan de boost aan het begin activeren en aan het einde. En tussendoor nog een Henkie boost button. Oh, gaat hij verder komen? We gaan het zien in 3, 2, 1. Wow, zo, wat komt deze al snel op gang? Bam! Wow! Oh, oh, nu gaan we het zien. Gaat hij verder komen? Gaat hij verder komen? Kijk, daar staat hij. Hij komt! Hij komt zeker verder! Oh, wacht trouwens, dit is een hele spannende... Oh, kijk eens, dit is een hele spannende hoor. Oké, deze is hier terechtgekomen. En de andere auto is... Oh, die is hier terechtgekomen. Maar welke is dan verder? Oh, ik weet het niet. Nou, ik weet het... Ja, ik denk trouwens die... Ik weet het niet, misschien is het wel gelijk spel. Ik denk dat het gelijk spel is. Kijk eens, ik laat... die haal ik later op. We moeten nu met deze even ergens anders heen gaan. Ik heb nog een idee om te testen hoe snel deze wel niet is. Want nu weet ik het nou nog niet zeker. Oké, kijk eens, jullie vragen je vast af waar ik ben. Jullie zullen jullie vast afvragen waar ik ben. Jullie zullen het echt niet weten nu. Wie weet ben ik wel in de zwembad of zo. Je kan het nooit raden. Nee, goed, grapje hoor. Ik ben hierboven op Danger. Zo heet deze berg. Ik ben boven op de berg gedaan. Danger. En we zijn hier met de auto. En we moeten namelijk nog één ding testen. Hoe goed doet de auto... Oh, 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 nee, 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 kom terug. Oh, 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 au, 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 nee, au, 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 au. Oh nee, ik dacht dat ik... Auw, klaar, al die steen verschuift mij. Auw, steen. Auw, au, het houdt niet op, hé. Auw, mijn arme been, aan mijn hoofd. Stop nou eens met vallen. Het is opgehouden. Het zal vast niet zo ver terug om... Oh, nee, waarom ben ik nou zo ver gevallen? Nu moet ik helemaal terug omhoog lopen. Zo hé. We zijn er weer. Nou, dat gaan we ook niet meer doen hoor. Deze volgende keer zit ik in de auto. Want wat ik net eigenlijk deed, kijk eens. Dat wil ik dus testen met de auto. Hoe goed kan hij tegen een stootje? Hoe goed kan hij vallen? Oh, we gaan het zien hé. Ik moet eerst even instappen. Jezus hé, wat een pijn heb ik. Mijn rug. Maar we gaan het testen, kijk eens. We gaan eerst op het randje staan. Hé, ze hebben dat ding in de tussentijd in plaats. Ja, het duurde ook echt wel even dat ik weer boven was hoor. Zo. Oké, nou, daar gaan we. 3, 2, 1. Zo! Oh jee. Oh jee. Oké, achteruit Salto. Kijk eens, dit is allemaal de test. Hoe goed gaat hij het halen? Oké, we gaan op onze voetjes landen. Op de voetjes. Bam! Oh, oh. Ik had airbags in moeten bouwen. Oh nee. Oh jee. Oeh. Oké, en dan weer goed op de voetjes landen. Dit is de test. Land je op je voetjes. Oh, oh. Ik word misselijk. Oh. En dan snel je tussendoor. Oh. Oh, ja. Ja, hij heeft hem opgepakt. Ik kan het. Auw, boom. Dat was een boom. Maar kijk eens, hij heeft hem opgepakt. Oh, wat een goed resultaat is dit, hé. Oh, dit is beter dan ik had verwacht, zo. Oh, dan hier tussendoor, kijk eens. Nou, dit is helemaal top, toch? Het resultaat is beter dan ik had verwacht. Hij heeft de val gewoon heel makkelijk overleefd. Niks aan het handje en zo. En waar zijn we überhaupt? Ah, zo, hé. Nou, daar zijn we. Wat goed, hé, kijk eens van de auto. Wat fenomenaal. Wat fenomenaal van hem dat hij dit zo heeft gedaan. Dan zie ik dat de test compleet is. Kijk eens, hij is echt proef voor alles. Hij heeft wel een beetje viezigheid hierachter. Dat geeft wel dan een min 1 derde punt. Hier ook, dus dat is ook weer een min 1 derde punt. Hier ook nog viezigheid. Dus een hele punt gaat... Oh, er gaat een punt in 1 derde vanaf, kijk eens. Er zit behoorlijk wat viezigheid op, hoor. Maar verder maakt het allemaal niet uit. Hij krijgt een volledige score. Ah, oh, dat is zo goed van hem, hè.
Ah, wat zit hier beneden? Oh, je moet je oppassen dat je niet valt, oh kijkers. Maar goed, deze gaan we lekker even naar de garage brengen nu. Want, oh, wat is die prachtig geworden, hè? Deze moet echt even in de garage staan. Ah, ik... Waarom word ik ineens zo duizelig en zo moe? Oh nee, dat was ook allemaal een grote droom. Is dat echt nooit gebeurd? Oh nee, ik was echt in slaap gevallen, kijkers. Oh, ik ging naar het leger om even te kijken. Oh, en ik dacht dat ik al wakker was. Oh, het was allemaal weer een grote droom. Nou, weet je wat? Dan krijgen jullie ook geen video, hoor. Nou, wacht, jullie hebben mijn droom natuurlijk ook allemaal gezien. Want ik heb iets in mijn hersenen gebouwd. Dan willen jullie al mijn dromen zien. Nou, dan hebben jullie een leuk verhaal gezien. Kijk eens, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer allemaal eventjes. We gaan voor die 100.000 abonnees. Like even de video. Ik weet niet hoeveel likes we gaan halen. 2000, 3000, miljoen. En dan spreek ik jullie in de volgende video. Spreek jullie later. Glaasje water telt tot 4. Flesje bier. Dat is een raket. En dan zeggen ze pim pam pet. Doei. Yeah.